De spanning bij de grens van Oekraïne en Rusland loopt op. De Russen hebben daar duizenden militairen gestationeerd en het Westen maakt zich grote zorgen. President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. So let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. Zulke grote zorgen zelfs dat Joe Biden een stevige waarschuwing had voor Vladimir Poetin. I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding. If any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. Let there be no doubt at all that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price. Biden overweegt om Amerikaanse troepen naar Oost-Europese NAVO-lidstaten te sturen. En dichter bij huis voelen we de spanning ook. Zo dicht bij huis, dat zou zo'n flagrante schending zijn van alles wat tussen beschaafde volkeren betamelijk is, dan kan het niet anders dan dat die internationale gemeenschap heel zwaar reageert. En dat zal ook gebeuren, daar ben ik echt van overtuigd. Nou, wat voor mij glashelder is, en ook voor alle collega's die ik tot nu toe gesproken heb, in de Verenigde Staten, vanuit Europa, is dat de eerste plaats inzetten op die diplomatieke weg. Maar als dat niet werkt, en het is belangrijk om dat ook nu aan de voorkant al aan te geven, dan kan agressie niet zonder consequenties blijven. Maar wat is er nou aan de hand? Rusland heeft duizenden troepen gestationeerd bij de grens, omdat Poetin zegt dat hij vreest dat Oekraïne op korte termijn toetreedt tot de NAVO. En dat is een probleem voor Poetin, omdat hij zo min mogelijk NAVO-landen aan de grens met Rusland wil. De NAVO vreest op haar beurt dat Rusland een invasie voorbereidt in navolging op de annexatie van de Krim in 2014. Op het eerste gezicht klinkt dit als een conflict tussen Rusland en Oekraïne. Maar waarom reageert de NAVO en met name de VS nu op deze acties van Rusland? Oekraïne bevindt zich natuurlijk op een heel strategisch punt. Dat is echt een soort van bufferzone tussen Europa en Rusland. En andere Europese landen zoals Litouwen, Estland, Letland, die maken zich grote zorgen over wat er daar in Oekraïne gebeurt. Als Rusland opeens probeert om de machtssfeer die het daar heeft uit te breiden, dan heeft dat ook gevolgen voor Europa. En de NAVO en de VS, die de grote voortrekker is binnen de NAVO, het belangrijkste land binnen de NAVO, die hebben daarom natuurlijk heel veel aandacht voor wat er nu in Oekraïne gebeurt. Dan Nederland. Wat hebben wij als klein landje te zoeken in dit conflict? Nederland is natuurlijk een heel klein land en als wij het in ons eentje tegen Rusland zouden moeten opnemen, dan kun je je afvragen of we dat moeten willen. Maar Nederland is natuurlijk ook aangesloten bij allerlei internationale verdragen, allerlei internationale organen, de EU, de NAVO. En binnen die context heeft Nederland natuurlijk internationaal wel een stem. Premier Rutte en minister Hoekstra nemen stelling, maar wat kunnen zij concreet betekenen daar? Nederland overlegt momenteel met andere EU-landen over een eensgezinde respons op de crisis. Die zou dan bijvoorbeeld kunnen bestaan uit pakketten van economische sancties tegen Rusland. Mogelijk hebben Nederland en Europa ook veel te verliezen. Russisch gas is belangrijk voor Europa. De grote vraag is, wat zou er gebeuren als Rusland besluit om de gaskraan naar Europa dicht te draaien? Die vraag die hebben wij ook voorgelegd aan Jillis van den Beukel, energieanalist bij het De Hague Center for Strategic Studies. En van den Beukel die zei tegen ons, het is niet heel waarschijnlijk dat Rusland zal besluiten die stap te nemen. Rusland is ook economisch natuurlijk afhankelijk van de verkoop van gas aan bijvoorbeeld Europa. En zelfs op het hoogtepunt of het dieptepunt van de Koude Oorlog heeft Rusland nooit de gaskraan dicht gedraaid.